van Babel. Er zijn Duitsers, Tsjechen, Oostenrijkers, Fransen, Nederlanders, zelfs een Grieks meisje. Er zijn Ariërs en Joden en gemengden. Op de slaapplaats naast de mijne ligt een meisje, Antonie. Ze kwam hier 3 weken geleden aan. Haar vader is Ariërs en haar moeder is Joods. En zij is helemaal alleen. En weent de hele dag. In het kinderthuis van het kamp zat een meisje dat blind was. Ik was erg op haar gesteld. En ze kon heel mooi zingen. Maar ze had hele lelijke gerimpelde handen. En ik vroeg haar hoe het kwam. En ze zei, ze hebben er kokend water overheen gegooid. Toen kreeg ik nog meer medelijden met haar. En ging dicht naast haar zitten. En dan werd ze blij. En dan zong ze voor me. Ze had een prachtige stem. Haar naam was Erika.